De gemeente Rosendaal plaatst deze week dranghekken langs het water aan de oostelijke Havendijk. De hekken moeten voorkomen dat carnavalisten in het water kunnen vallen. Vorig jaar verdronk de 23-jarige Bart Christiane in de haven. Op weg naar zijn logeeradres viel hij in het water en kon er op eigen kracht niet uitkomen. De dranghekken blijven tot na de carnaval staan. De gemeente neemt geen definitieve maatregelen omdat de Rosendaalse haven komend jaar op de schop gaat.